Nou, als je 3 jaar geleden aan mij had gevraagd dat we over zouden gaan naar elektrisch gereedschap en mee zouden gaan doen aan de zero-emissie van de gemeente Nijmegen, dan had ik daar, nou ja, we hadden het in ieder geval niet warm voor gelopen en had gedacht van nou, dat gaan we niet doen. Maar inmiddels groei je daar toch in, gelukkig. Onze vrachtwagen mag nu in ieder geval wel tot 1 januari 2030 binnen de gemeente Nijmegen blijven rijden. Hij kan nu 19 ton vervoeren, maar straks als het een elektrische auto wordt die er nu op de markt zou zijn, dan zou dat een stuk minder worden. Want door het accupakket wat op de vrachtwagen zit, mag hij dadelijk nog maar 1 ton of 3, 4 meenemen. We zijn ons dus nu aan het verdiepen in een elektrische minigaver. Echter, daar zitten ook wel wat nadelen aan, met name de kosten. Een minigraver die we nu hebben kost ongeveer 45.000 euro en een elektrische zal rond de 90.000 euro gaan zitten. Dus dat is echt wel een dubbele aanschafwaarde. Nou ja, we hebben het er met collega ondernemers ook over, met name uit onze branche, die toch ook tegen hetzelfde aanlopen. Het is natuurlijk en de aanschafprijs, maar het is vervolgens ook wat kan de machine op dit moment. En vooral voor de zakelijke markt moeten we gewoon met z'n allen iets doen aan ons klimaat. Dus dit is denk ik gewoon hartstikke goed.